Hoi, het is vandaag 28 december. Het is vandaag vrijdag en ik ga morgen weer naar huis. Yay! Ik ga zo even mijn koffer inpakken voor morgen. En ja, dit is eigenlijk weer mijn vlog sinds 2 weken of zo. Ik heb nu 2 weken volgens mij niet gevlogd. Ja, dat was min of meer omdat de kerst gewoon een hele hectische tijd is voor mij. Ik vind dat altijd reet spannend en er komt gewoon heel veel stress bij kijken. Dus ik heb ervoor gekozen om niet te vloggen. Ik wil hierbij wel natuurlijk een samenvatting geven. Mijn kerst was echt wel heel leuk. Ja, gewoon heel veel beter dan eigenlijk vorig jaar. Dus daar ben ik heel blij mee. Het was natuurlijk wel gewoon heel moeilijk qua eten en mijn eetstructuur aanhouden overdag. Maar uiteindelijk is het op zich best wel goed gegaan. En ja, mag ik mezelf toch wel een schouderklopje geven hoe ik het heb gedaan. Maar ja, bewust heb ik niet gevlogd omdat het dan gewoon misschien meer stress bij kwam kijken ofzo. Of dat ik dan het idee had dat ik het heel goed moest doen en goed moest eten en dat de stress dan alleen maar toenam. Dus daarvoor heb ik er niet voor gekozen om tijdens de kerstdagen te vloggen. Nu ga ik met nieuwjaar wil ik wel vloggen, dus hierbij meteen de inleiding van deze vlog. Nou ja, ik ga dus morgen naar huis. Ga nog heel veel leuke dingen doen, dus ik neem jullie gewoon gezellig mee. Oh, ik zit hier lekker met een stift te zwaaien. maar eerst nu koffer inpakken. We don't wanna believe it, that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know. Kept on trying, and it's time that we see it. The fire's dying out. Can't believe that I see this. We're out of chances now, and I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go, and I hope you'll be happy. Inmiddels weer thuis. Ik was vanochtend, was ik om 7 uur al daar vertrokken. Ik was om 9 uur thuis. Heb toen even met mijn ouders wat gedronken. Toen ben ik naar de stad gegaan met mijn zus. Hebben even geshopt. En nu ben ik weer thuis. Ik voel me niet zo heel lekker. Ik ben al een paar dagen niet zo heel lekker. Ben echt snot, verkouden en gewoon pijn in mijn keel. En oh, het is echt vreselijk. Ik hoest ook echt als een zeehond. Dus dat knip ik ook allemaal uit. Vanavond ga ik naar Luc en Anne en Matthijs. Spelletjes spelen. En ja, gewoon lekker iedereen slaan. Joejoe. Gewoon gezellige avond van maken. Dus ik hoop dat ik me vanavond iets beter voel dan nu. Het zou op zich wel heel prettig zijn. Maar in ieder geval, vanavond wordt het sowieso leuk. Lekker aan de wandel, hè, Chase? Eén kaart van die op je, je brandstapel leggen. Juist. En nu mag je dan 2 kaarten bijpakken. En nu kan ik weer. Ja. Ja, dat maakt niet uit, want nu is Matthijs. Okay. Ah. En dat was. Oh nee. Dat was. Eén branden, juist. Ik kan met die. En dan is gelijk mijn leven weer voorbij. Gelijk mijn leven weer voorbij. Mijn leven is gelijk weer voorbij. Ja, en dan moet ik er 2 bij pakken. En dan is het af. Start!
film. Arne speelde het vroeger altijd na. Daar ben je! Oh, daar is wel een jungle boek bij Ja. Vliegen. Een van de lama's, die kale. Hier op de koning. Nee, kale. Ik kom nog naar raad over. Oké, een vliegtuigmaatschappij Duits. Met een soort vogel erop. Vloeg de hand aan. Ja, lekker, pak maar aan. Ik ben wel raar, hè? Kom die Luc. Dit lezen mensen vaak 's ochtends bij het ontbijt. Klopt. Ja. Een social media app. Vooral jongeren tegenwoordig allemaal. Foto's. Instagram. Ja. Hoezo makkelijk? Windows, maar een ander product. Ik kan, mijn laptop is ervan. Apple. Nederland van Amsterdam. Boven Eiburg ligt dat. Daar ben ik naartoe. Oké. Dit is meer naar meiden op hun uiteinde van de vingers om die. Nagellak. Ja, dat heet dan. Om het weg te halen. Nagellak remover. Heel goed. We hebben nu een bite. Waar op schrijven op school, maar vroeger hadden mensen een. Schoolbord. Ja, heel goed. Als je folders loopt. Heb je, Krantenwijk. Heel goed. Oeh, ik had nog veel meer kunnen hebben deze. Dankie. Rustig aan, hè, met het handje. Erik. Hey, Chase. Hallo! Chase gaat zo staan. Oh, arm beestje. Hoe is deze lelijke grapauto? Zo, die is echt lelijk. Speel erop. Wila, nou, op zo'n tijd. Wat zei jij? Ja, dat kan jij zien vanaf daar. Ja. Gelukkig zitten we nu in een mooie vol rode. Met volle blanke lak nog. Voel de flow nou of sta hopeloos in de kamer. Dans maar, dit is toch die lekkere dansplaat. Chance maar, ook als je zeker helemaal geen dans maar. Chance maar en dans maar, want dit is toch die lekkere dansplaat. Chance maar en auw. Deze plaat hier in de nacht? Het strand. Yay! Hoor je nu alleen in de camera? Oh, het is echt zo koud. Holy Moses. En we hadden gisteren spellingsavond en we zijn bij Anne en Matthijs bezig slapen. En nu gaan we dus even een strandwandelingetje maken. Het is echt heel lekker. Ik moet zakken. Ja, ik moet hem gewoon hoog houden, hè? Ja, zo. Yay! Hier, pak maar terug. Oh. Maar ja, het is sterk koud. En wat gaan we straks nog doen? Gaan we nog wat doen? Je ziet wel even, weet niet. Ja, misschien kunnen we nog ergens lunchen of zo. Ja, zoiets. Ja, precies. Maar eerst even lekker met Chase wandelen. Heb je het echt koud? Ja, ik heb het echt heel koud. Stel jezelf even voor. Dan weten ze wie je bent. Trekpop Matthijs. Ik ben Matthijs en ik ben de vriend van Anna. En de allerbeste vriend van Luc. Oké, op één naam best. Misschien op een heleboel na. Fucking fair, joh. Spannend, hoor. Hey, daar werd zo'n hele oude in een open. Lekker hangen boven de Alpen. Ja, hij is al glas nog steeds, hoor. Hé, Annie? Wat niet zeker is, hoor. Maar kan wel je broek voor, hoor. Aan de andere kant ook nog. Ja, proost. Cheers. Goedemorgen, het is vandaag 31 december, laatste dag van het jaar. Dus we gaan het jaar helemaal goed afsluiten.
Gisteren was ik echt hondsberoerd, dus ik heb gisteren eigenlijk niet meer gefilmd na de strandwandeling samen met Matthijs, Anne en Luc. Dus ja, ik ga vandaag wel iets meer filmen. Ik ga dus nu even appelbillets en oliebollen halen. Even bij de, bij de bakker, als het daar een beetje rustig is. Ik moet nog even naar de Albert Heijn, nog even wat snackjes halen voor vanavond, want Celine komt langs. En we gaan vanavond samen naar Patronaatje tot Gaatje, dus ik heb er echt super veel zin in. Dus ik zal jullie vandaag net even wat meer meenemen dan gisteren. Dus ja, voor de rest eigenlijk niet echt plannen voor vandaag. Ik ga er dan straks om rond een uurtje of vier denk ik ophalen vanaf station. En dan gaan we denk ik nog even de stad in, nog even een drankje doen en zo. Vanavond pizza en sushi halen. Pizza voor Celine, want die lust geen sushi en ik ga lekker sushi halen. En voor de rest, ja, gewoon lekker vanavond chillen, spelletjes spelen en zo. En daarna lekker uit. Dus dat voor vandaag. En ik neem jullie gewoon mee. En ik zie wel wat ik allemaal film en zo. Als het goed is om 4 uur volgens mij, dacht ik. Zoiets, 4 uur, 4:10. Komt Celine aan in Haarlem, dus dan ga ik haar met de auto ophalen. En daarna gaan we denk ik nog even een drankje doen in de stad. Zoals je ziet heb ik alweer make-up op. Ik dacht ik maak me even op voordat ik vanavond uitga. Normaal draag ik niet zo heel veel make-up, maar ik dacht nou ja, we gaan toch uit. Dus op zich wel, wel leuk om iets op te hebben en niet dat ik daar helemaal als een baby zonder make-up aankom. Maar in ieder geval, hey, ik zie iemand die ik ken. Daar zo zitten. Ze is foto's zelf maken van het huis van de oma en opa volgens mij. Cute as fuck. Ze zit niet eens door. Spring naar het station, want Celine komt eraan. Yay! Komt ze hoor. Met haar co-op tasje. Fuck lekker. Chill hoor. En jij met je pizza. Gewoon lekker. Oh, ik weet het stokje gewoon. Lekker bezig. Nou, kan ook wel. Hoi. Hallo. Oh, kijk wat ik heb gekregen. Oh, hij scherpt niet snel. Oh, hij scherpt niet snel, zei dat nou? Hij scherpt niet snel. Ja, dat zei ik. Een kindersurprise ei. Yay! Fuck leuk. Nu ga ik eten, man. Halleluja. Oké, hoe zet je dit in elkaar? Zijn arm moet in dat ding. Duidelijk. Ah, oh, je kon veel leukere krijgen. Wij hebben echt het minst leuke. Ik wilde deze. Oh, die is wel leuk. Scherp stel. Scherp je stel? Een keer van Simon Cowell wil ik zingen. En dan heb ik dat inderdaad gedaan. En hem ontroerd. En, goeie. Ja, dat was het. Dat ik... Eén wereld. Eén wereld en die hebben we te leen. Er is maar één wereld. Eén wereld. Eén wereld. Van jij en ik, we zijn één. Gooi als hij het... Oh! Wat? Hey! Happy New Year! Bang voor, oprecht. Hoe lang duurt dat ding? Gooi hem weg. Alsof het je laatste dag is, leef. Pak alles wat je kan en ga, ga, ga. Happy New Year! Happy New Year!
Goedemorgen. Goedemorgen. Eet smakelijk. Thanks. Yay. Goedemiddag, het is 2:30 en ik ben best wel moe. Ik was vanochtend om 6:30 thuis volgens mij met Celine. Dus dat was redelijk laat en we waren om 11:30 alweer wakker. Dus echt maar, ik denk 4,5 uur geslapen of zo, best wel kort. En ja, je slaapt toch niet helemaal lekker of zo. Omdat je gewoon laat naar bed gaat en het dan wat licht buiten wordt. Nou, dan is het bij mij gewoon niet echt goeienacht of zo. Dus 11:30 waren we eruit. Toen gingen we naar de yoghurtbarn. Gingen we even, ja, brunch eigenlijk. En nou ja, voor de rest ga ik eigenlijk vandaag helemaal niks doen. Dus hierbij sluit ik de vlog ook af. Vond je het leuk? Geef me een pluimpje. En laat even in de comments weten wat je ervan vond. En voor jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. Geniet van het jaar. En ja, doe gewoon dingen die je leuk vindt. Gun jezelf dingen. En wees vooral lief voor jezelf.